Het ziet er somber uit voor 2012. Economische crisis, de broekriem moet strakker en de Maya's voorspellen het einde der tijden. Maar hebben mensen dan nog wel goede voornemens? Ja, eentje. En die is? Op tijd op mijn werk komen. Ik heb besloten om meer te gaan sporten, dat wel. Ja. Ja? Omdat ik voel me een beetje iets, dat ik moet iets meer gaan sporten. Ja, ik denk iets minder drinken. Ja, minder drinken? Iets minder drinken, ja. Hoeveel liter gaat er nu per week in? Per week, ja, moeilijk te zeggen, maar het past nog wel aan een badkuip. Nee. Helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Denk eens goed na. Wat doe je wat eigenlijk niet goed is voor je? Wat doe ik wat eigenlijk niet goed is voor me? Of wat niet hoort? Nou, ik doe alleen maar goede dingen, dus. Echt waar? Ja. Ben je zo braaf? Ja. Nee, kom op. Jawel. Je bent vast wel een beetje stout. Nee, helemaal niet. Als je je iets voorneemt, kun je dat net zo goed op 27 april gaan doen. Ja, dat is waar, ja. En ook als de wereld nou volgend jaar vergaat, volgens de Maya's, is dat zo. Moet u dan nog niet iets gedaan hebben wat u op uw lijst staat? Nee hoor, ik heb twee prachtige jongetjes, dat was het wel wat mij betreft. Volgend jaar is je laatste jaar, hè? Want 2012, 21 december, volgens mij, vergaat de wereld, volgens de Maya's. Ja, dat zeggen ze wel. Ja, maar... nee, maar het is echt zo. Het staat namelijk geschreven. Okay. En wat moet je nou gedaan hebben voor die tijd? Nou, ik heb al denk ik alles gedaan. Heb je op parachute gesprongen? Nee, dat niet. Dan moet je dat eens een keer doen. Ja, dat kan. Wat wil ik gedaan hebben? Parachutespringen. Ja? Ja. Nou, er is één plek in de wereld waar ik heel graag naartoe wil. En dat is de British Virgin Islands. En ja, misschien dat zou gewoon een doel dat ik zou gewoon nastreven. De Virgin Islands? Ja, British Virgin Islands. Het is echt een, ik heb ooit een programma gezien. En het was, laten we zeggen, paradijs op aarde. Dus dat zou ik één keer willen zien voordat ik, maar ja, dat zou die ene. Voordat er goed het licht uitgaat. Volgens de kalender. Je wel gauw boeken, hè? Ja, dat wel. Zit snel vol. Dat is zeker. Dat is al zo vaak voorspeld door allerlei idioten. Van de zoveelste, daar gaan we weer. En het is nog nooit gebeurd. Ik denk dat niemand dat kan voorspellen en niemand kan dat ook weten. Dus niet een laatste ding wat hij nog gedaan moet hebben, mocht het toch gebeuren? Daar denken wij gewoon niet aan. Nee, wij blijven gewoon positief doorgaan. What do we want to do before the world ends? Roadtrip. Roadtrip? Roadtrip. In the States? Yeah, that would be nice. All right. Go for it. Have a nice 2012. Thank you, you too. A nice trip back also. Thanks. Bye-bye. Enjoy the end of the world. Thank you. Yeah. 21 of December. Yeah, so we still have quite some time left. That's why. Almost a year. Bye-bye.